En dan wil ik meteen doorgaan naar het mooie moment natuurlijk. Wil ik degene naar voren halen. De vrouw waarom alles draait voor vanavond. Carolien in het veld. Ja, kijk eens. Ze ziet er fantastisch uit ook al. Dan, ja, iets verder mooi in het licht. Want anders zien de mensen je niet. Hi. Hoe voel je je? Knetterzenuwachtig. En dan niet vanwege mij en mijn band, maar vooral vanwege alle anderen. Want jongens, wat is er hard gewerkt. Het is zo hard gerepeteerd, zo hard nog genaaid op het laatste moment om dingen klaar te krijgen. Ik ben heel blij dat jullie er allemaal zijn. Ik ga ontzettend genieten. Ja, wij hebben nog niet eens gerepeteerd. Jij mag straks echt al improviseren. Ik ben heel trots op wie hier vanavond allemaal zijn en wat we kunnen laten zien. Ik ben trots op mijn stad. Ik wens jullie een hele fijne avond en een hele bijzondere avond. Wacht. Eén vraag. Sorry. Eén vraag voordat je weggaat. Ja, kijk, we hebben dus een heel programma. En je hebt een vol programma. En dan daarna is het eigenlijk een heel mooi programma waarin de CD gereleased wordt, de album. Ja. Maar Mia, Lia en nog iemand. Je hebt een lijst doorgegeven met namen. Wie zijn al die mensen allemaal? De reden dat er nu niet voldoende stoelen in de zaal staan, is omdat we gebruik gaan maken van de dansvloer, zometeen, opent Jos Rozier met Sara Pereira. Prachtige dans in improvisatie. Vervolgens gaan jullie kijken naar de modellen van Mia Stick. Maar dat doen we in een aantal rondes. En dat wordt onderbroken door schitterende intermezzo's, waarvan er eentje daar op die stoel zit. In een heel mooi pak. Master Geraldini. Ja, applaus. De volgende die je mag... wij begeleiden de modellen van Mia met onze eigen muziek, maar daar hebben we gasten bij uitgenodigd. MCDRT, onze stadsrapper, is er daar één van. Maar ook de jeugd van vroeger. Eerst met ons in AFAS Live afgelopen jaar. En nu nog één keertje hier in CAF. En dan gaan we afsluiten met Rick Kostelijk. Toch denk ik de beste gitarist van Almere. En dan samen met onze DJ's daar. Geef ze een applaus. Want jongens, wat zijn we blij dat jullie er zijn. Zonder Niels, want die ligt met niersteen in het ziekenhuis. Niels, als je kijkt op de livestream, beterschap. Nou, we gaan mooi genieten van alles. Applaus voor Carolien in het veld. Ik zou zeggen, take it away. Ja.